er helemaal ingepakt en zo. Wat? Yo, guys, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is wat later. Ik heb al de e-mails beantwoord. Ik heb al telefoontjes gepleegd al. En ik zit te denken, wat ga ik vandaag doen? Wat moet ik vandaag nog doen? En toen zou ik te denken, ik heb nog steeds mijn miljoenenlot, mijn 5 euro, die ik nog moet inwisselen. En ik heb een pakketje van bol.com dat ik nog moet terugbrengen. Dus dat ga ik doen. En ik zat te denken om even naar mijn postbus te gaan om te kijken of er wat in ligt. Omdat, ja, jullie sturen soms wel eens iets, soms een keer niets. En dan kom ik daar voor niks. Dus ik ga denk ik eventjes kijken. Ik wil gewoon af en toe een beetje fanmail door de vlogs heen doen. Omdat zeg maar niet zo heel veel is, kan ik dat ook gewoon doen. Dus dat is lekker spontaan wanneer er een fanmail komt. Dus, dat in ieder geval, dat ga ik sowieso vandaag doen. Voor de rest heb ik eigenlijk nog geen plannen gemaakt. Heb ik geen idee wat ik moet doen of zo. Morgen moet ik weer sporten. En donderdag heb ik wel weer wat te doen. Dus, vandaag is denk ik een beetje een lui dagje. En ik ga vandaag geen kip eten. Dat weet ik wel al. Dus dat is op zich ook wel een verandering aan mijn dag. Mijn dagen zijn eigenlijk niet altijd hetzelfde. Wel vaker hetzelfde. Maar niet echt dat ik zeg van oké. Ik heb geen idee hoe ik hierover praat. Boeit niemand, want je ziet het toch wel. Ik ga in ieder geval verder met de mailtjes beantwoorden. En telefoneren. Moet ook eventjes gebeuren. En ja. Dan zien we wat we doen vandaag. Het zal vast wel boeiend gaan worden. En naar buiten. Wind staat natuurlijk weer super hard. Altijd als ik net mijn kap. Het spijt me. Ik kan er niks aan doen. Ik kan er wel iets aan doen. Gewoon niet naar buiten gaan. Maar ik ben nu onderweg naar de Primera eigenlijk. Zo'n postkantoor dingetje. En dan ga ik mijn 5 euro incasseren. Ik ga deze bad boy terugsturen. Het is trouwens al fucking koud. Yes! Nou, ik heb mijn 5 euro. Ik ga nu eventjes naar mijn postbus toe. Mijn postbus die staat ook zeg maar bij een kantoor, artikelenwinkel. En dan moet ik het spullen hebben voor mijn nieuwe boekhouding van dit jaar. Want ik heb dus eergisteren mijn boekhouding gedaan. En dat was dus de laatste van 2015. En dan moet je weer nieuw maken. En dan moet je dat steeds bijhouden. Dus ik heb er nieuwe spullen voor nodig. Ik ben benieuwd of er eigenlijk al helemaal iets in de postbus ligt. Meestal zijn het wel een paar briefjes en zo die ik ook wel leuk vind om te lezen. En de vorige keer had ik een pakketje. En toen kreeg ik een heel apart sleuteltje en dat soort dingetjes. Was ook wel leuk om te zien. Dus ik ga lekker auto rijden en wat spulletjes halen. Er zit wat in. Er zitten twee dingen in. Het is iets. Ik ga het zo meteen openmaken. En ik bedacht me net dat ik nog wat nodig heb. Ik heb namelijk meer joggingbroeken nodig. Omdat ik dus veel meer sport dan normaal. En ik zit er eigenlijk in mijn joggingbroek thuis. Dus ik wilde eigenlijk meer. Okay, ik moet dus zoiets hebben. Zeg maar met van die tabblaadjes. En dan met de manen er al op. Want die heb ik hier vorig jaar ook gehaald. Is het ook niet. Oké, ik ga even zoeken. Blijkbaar was ik helemaal verkeerd. En moest ik heel ergens anders zijn. Dus ik ben nu gewoon hier aan het zoeken. En ik zie ze hier wel liggen. Maar je hebt ze ook gewoon met cijfers. En die zijn een stuk goedkoper. Dan zou ik dus gewoon mijn 5 euro van mijn staatslast kunnen gebruiken. Alhoewel. Wat maakt het uit? Ze zijn even duur. Ik ben weer onzin aan het praten. Ik heb ze in ieder geval gevonden. En nu zal ik ze maar afrekenen. Ik denk dat het ook een goed idee is. Lekker onhanden. Eventjes vergeten dat ik de btw nog erbij moest rekenen. Dus dat is niet 5 euro, maar dan is het 5 euro zoveel. Dus, dat was een beetje dom. Dus ik stond heel blij met mijn 5 euro in mijn hand. Van, oh, lalalala. En toen moest ik toch pinnen. En toen pakte ik eerst op mijn verkeerde pasje, want ik heb 2 bankpassen. Want eentje die is voor normale betalingen, dus zeg maar boodschappen doen en zo. De andere is echt voor betalingen die ik nodig heb voor een bedrijf. Die tabbladen heb ik bijvoorbeeld nodig voor een bedrijf. Dus, nou nee, ik kreeg wel van een ander pasje. Maar ik stond weer heel blij, leuk, met mijn verkeerde pasje te pinnen. Uiteindelijk is het wel goed gekomen. En daar gaat het om. Zet het aan de kant. Dan ga ik heel eventjes de stad in dus om het jongerenbroek te halen. Wat me trouwens ook opvalt, en dat is sinds dat je moet betalen voor je plastic tasje, is dat bijna niet meer een plastic tasje meeneemt. Iedereen denkt, oh, het gaat zo wel mee. Of gewoon pak alles in de hand. En dan valt weer van alles en dat soort dingetjes. Bijna niemand wil meer een tasje. Het zou ik eigenlijk nergens op je 50 cent moeten betalen voor een tasje. Terwijl het eigenlijk altijd gewoon gratis was. Nou, dat wil ik kwijt. Blijkbaar werkt het wel. 25 cent voor een tasje betalen. Maar ik doe het nooit. Bijna nooit. Ik zou zeggen. Super grappig. Ik rijd dus in mijn auto nu richting de stad. Er zit een auto voor mij. En er zitten twee meisjes in die mij dus herkenden. Dus begonnen de hele tijd te zwaaien. Ja, en toen moest ik ook nog voor het stoplicht gaan staan. Dus dat was ook wel grappig. En nu zijn ze het hier aan het kijken. Hoi!
Daar zitten ze in die auto. In ieder geval, ik ging dus naar de stad. Maar ja, dat wil ik even met jullie delen. Hier zit trouwens ook nog een andere Anytime Fitness. Zeg maar de Sportclub Bike Fitness. En ik zou daar een keer naartoe gaan. Joey die vertelde mij dat ze daar een apparaat hebben wat 18.000 euro kost. En die kan alles meten. Gewoon hoeveel gewicht je met je rechterarm kunt doen. Hoeveel gewicht je met je linkerarm kunt doen. En ja, hij zei dat ik dat gewoon eens een keer moest gaan doen. En waarschijnlijk gaan we dat ook gewoon een keertje doen. Dus ik... 500 meter aan vast is. Oké. Actuele temperaturen. Random radio is random. Maar dat gaan we dus ook eens een keertje doen. Als ik Joey moet geloven. En... Nu ik toch aan het praten ben, er komt sneeuw. Het is bijna 100% zeker dat het gaat sneeuwen. Dus dat is echt super vet. Ik heb best wel zin in sneeuw. Eén nadeel is zeg maar dan dat ik niet zo ver kom. Dus dat ik niet mijn huis uit kan komen. Omdat het sneeuwt. Dat is een nadeel van sneeuw. Het is super leuk om in te spelen. Maar het is super handig voor de trein, super handig voor de auto, super handig voor het verkeer dus. Dus dat is echt drie keer niks. Ik heb er wel zin in. Heb jullie een beetje zin in sneeuw? Een beetje sneeuwpoppen bouwen. Anderman sneeuwpop omgooien, kapot maken. Wat een ding. Ja, zo'n persoon ben ik ook wel. Ernstig, hè? Dus net op weg naar buiten van de parkeergarage zag ik dit. Moest het toch heel even filmen. Kijk, ik bedoel maar. Dit is wat ik heb. Deze, die heb ik zelfs. Die heb ik zelfs. Ik heb die namelijk ongeveer een half jaar terug of zo heb ik hem ook al gekocht. Maar ik wil eigenlijk wel een andere kleur. Tenminste zien dat ik een schoon aan heb. Nou ja, dit moet ook wel goed komen. Ik sta nu gewoon weer in de sportschool. Maar dat is eigenlijk alleen omdat ik Stijn wat Johnny's broek kan brengen. Ben je er blij mee? Nee. Nou, het is wel een aanbieding. Toen dacht ik, Stijn die had de vorige keer altijd precies dezelfde broek aan. Toen dacht ik, misschien wel ze ook hebben. Dus daarom was ik ook hier. Rick die is nu zelf aan het trainen. Want die had dat gewoon eventjes nodig. Toch, Rick? Zeker. Wat ben je nou aan het doen? We hadden net over Brokeback Mountain en nu gebeuren je dingen. Nou, ik zet je ergens in. Er komt net een pakketje binnen. Ik heb geen idee, het komt uit België. Het is er helemaal ingepakt en zo. Wat? Wat? Blu-ray, 3D, Blu-ray en DVD. Wat is dat? Ja, dat weet ik zo niet. Ik krijg het net binnen. Dat zijn van Haarboer spelletjes. Er staat keigerlijk pixels op en overal van alles. Ja, de bal steekt. We zijn naar die film geweest. Ja, denk het wel. Huh? Batterijen vallen eruit. Is dat een lamp of zo? Dit was net open. Pixels in 3D. Holy shit. Echt, alles zit er gewoon in. Nou, thanks Sony. Aangenaam verrassing. Ik wist helemaal niet dat het kwam. En eens was hij er. Ik heb wel weer iets cools voor mijn bureau. Ik heb net mijn mail opengemaakt. En ik doe dat altijd zeg maar eerst off-camera. Als het ja, vooral brieven zijn. Omdat ja, soms zijn best wel dingetjes die heel privé zijn. En soms zijn best wel lange brieven ook dat wel. Maar deze is van Erika. En deze vond ik echt heel lief. Dus dankjewel Erika. En ze had ook nog een tekening erbij gemaakt. En dat was een konijn. Die heeft ze erbij gemaakt. En een mandala. Die heb ik vroeger ook echt super vaak gedaan. Vond ik altijd super leuk om te doen. En... ik kreeg deze hele vette kaart van Maren. En die heeft ook echt heel veel lieve dingen gezegd ook. Dus Maren, jou ook super bedankt. En ze had ook een tekening gemaakt. Oh wacht, hier staan wel selfies met haar erop. Ik weet niet of je het kunt zien. Dit is Maren. Oh wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selfies staan erop. En ik met broccoli kaps zonder wenkbrauwen sta ik hier ook op. Dat ziet er echt heel weird uit. Dat ziet er echt heel weird uit. What the fuck? Waarom heb ik blond haar? Wat is dit? En ze had ook nog een tekening gemaakt. Die is hier. Wow, die is best vet. Die is best cool. Ik vind hem best goed gelukt. Awesome. Anyways, thanks voor jullie fanmail. Wil je daar ook eentje sturen? Dat kan. Dan moet je even in de beschrijving kijken. Daar staat een adres. Ik heb het hier ook thuis ook staan. Postbus 280-6130-AG in Sittard. Dus mocht je nou ook iets willen sturen, dan kan dat gewoon. Maar thanks voor jullie lieve briefjes. En ik ga binnenkort weer snel naar een postbus toe. You fucking kidding me? Precies op het moment dat ik mijn camera aanzet. Oké, telefoon is afgelopen. Jullie meisjes, het is nu al een stukje later. Ik warp gewoon in één keer door naar de avond. En ik heb er gewoon niks meer gedaan, behalve gegeten. Nou, ik heb het gestart. En met de mooiste man van Den Bosch gepraat. What the fuck is dat? Ik ga voor de rest van de avond niet veel boeiends meer doen. Dus ik dacht, ik sluit mijn vlogje lekker af. Ik ga hem lekker editen. Tijd naar bed. En morgen echt, maar ook... echt op tijd opstaan zodat ik weer op tijd kan eten en niet weer misselijk word.
Dat is beter. Dus dat ga ik sowieso doen. Ik wil jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Vergeet niet op een duimpje omhoog achter te laten. Nogmaals thanks voor alle fanmail. Het waren twee brieven. Maar nogmaals thanks voor ik met deze allemaal stuk voor stuk. En ja, ik moet zeggen, onze comments zijn ook steeds vetter. Er is geen ruzie in. Er is best wel positiviteit eigenlijk altijd wel in de comments. En dat kan ik wel heel erg waarderen. Dus thanks dat jullie allemaal zo netjes gedragen. Vind ik zo lief van jullie. Fuck off, Ralf. Oh, jullie horen misschien schrik. Moet je iets harder zetten? Zo. Hoi. Hoi. Oké, dan kunnen ze heel goed horen. Hoi. Maar we delen jou ook wel een comment. Oké, thanks. Ralf spreekt namens jullie. Mocht je me laten, @jopjnl. Morgen gaan we in ieder geval heel veel doen. Sporten, naar de kapper. Er komen fans bij mij thuis. Of ja, de kinderen van iemand die ik ken. En ik heb een afspraak met iemand. Die jullie ook wel eens een keer hebben gezien. Dus dat gaat morgen allemaal gebeuren. Zorg ervoor dat je erbij bent. Om 4 uur staat hij weer online morgen. En dan zie ik je dan weer hopelijk. Oh ja, vergeet natuurlijk niet om te abonneren. Dat is eigenlijk wat ik ben vergeten. Zie ik jullie morgen. Ja, morgen! 4 uur! Doei! Loop je allemaal!